Hallo, wat leuk dat je kijkt naar deze YouTube-video. Dit is geen YouTube-video die standaard gemaakt is voor YouTube. Het is eigenlijk een opname van mijn Twitch-stream. Dus wil je dit allemaal live zien, dan kun je me volgen op Twitch. Het adres staat ergens in de beschrijving van deze video. Hoop ik. Ik neem aan dat ik dat wel ga doen. Dus ja, als jullie denken van, goh, tegen wie praat hij nou? Ik praat tegen mijn chat. Helaas kan ik die niet laten zien in de YouTube-weergave. Ik vind dat gewoon lelijk, de hele tijd chat in je beeld. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Voor de rest zijn het gewoon leuke Minecraft-video's. Ze zijn lekker lang. Misschien is het heerlijk om mee in slaap te vallen, ik weet het niet. Maar geniet ervan en bedankt voor het kijken. Ik weet eigenlijk ook niet meer. Volgens mij was ik bezig met bijen. En ik was bezig met iets met farmen. Kijk, want deze kist begint vol te raken. Hoi. Doe lekker rustig aan. Ik doe altijd rustig aan. Dat is misschien het probleem. Het schiet nooit op bij mij. Ik doe altijd maar rustig aan. Nou, welke dieren gaan we vandaag vermoorden? Jullie lopen eigenlijk allemaal niet in de weg. Ja. Ik heb deze nodig. Dank u wel. Ik krijg er altijd 3. Dat schiet wel op. Ik weet eigenlijk niet waarom ik hierheen loop, want ik kan gewoon craften waar ik wil. Ja. Oké, deze mag weg. Ik krijg al hoofdpijn als ik daar aan denk om dat te craften. Dus ik had een beehive. En dan kan je dus weer een advanced beehive van maken. En die wilde ik eigenlijk toevoegen. Een dragon egg hive. Laten we dat even niet doen. Dus wat hebben we nodig? We hebben een kampvuur nodig. Een schaar. Ja, uitgespeeld. Precies op het moment dat je nu inlogt, ben ik uitgespeeld. Nee, natuurlijk niet. Kijk, een schaar heb ik. Er is alleen nog een kampvuur. Daar hebben we volgens mij dit voor nodig. Zo. Zo. Dus dan hebben we een advanced. En volgens mij... heb je dus ook een advanced ander ding. Ik ben de naam even kwijt. Een expansion. Oh ja, dat is wat ik zocht. Oh, dat is gewoon één honeycomb en hout eromheen. Hartstikke idee. Ik pas niet door de deur. Ik was te dik. Oké. Expansion. Ik zet hem gewoon midden tussen de bloemen. Dat is de expansion box. En dan zetten we die er bovenop. Zo. En dan als al die beide bijen eruit gaan... sloop ik dit bee-nest ding. Waar is mijn bijl? Hier. Oh. Dit ging niet zoals ik het had gepland. Misschien moet ik de bijen eerst vangen. Kan ik jou vangen? Nee.
Zo, ik heb hem. Ja, ik heb hem hier. Dit is gewoon een adult mod Minecraft bij. Niet echt belangrijk. Er zit nog één bij in. Nee, dat is de bedoeling toch? Dat je er een vuurtje onder doet zodat ze rook krijgen en dan prikken ze je niet als je de rotzooi eruit haalt. Niet zo dicht? Oh, weet ik veel. Hoe heet het ook alweer? Vanilla, joh. Dat is geen mod. Ik weet het niet. Ik heb gewoon het ding eronder gezet. Ik vind het allemaal best. Laat me met rust. Laat me met rust, jongen. Je kut bij je. Ik wil gewoon dat die bij eruit komt. Kan je niet kloppen? Hallo, bij. Ik wil ze aan het uitroken, maar dat komt er gewoon niet uit. Goedemiddag, Pieter. Je kan in je bloemen, een bloem in je andere... Oh, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Kom, kom, kom. Dankjewel. Zo. Twee bijen. Dan hakken we het vuurtje weg. Hartstikke idee. En we hakken dit ding om. En dan nu... kennen de bijen... genieten van een nieuwe hok. En omdat ze alcoholisten zijn, krijgen ze drank. Of eigenlijk... Lege flessen. Het is een soort recyclepunt voor lege flessen. En die gaan ze dan vullen met bijenkots. Zo. Statiegeld. Wat hebben we nog meer gekregen? Dus ik heb die gedaan. Voor mij mag je backseat gamen, hoor. Ik zet de chat wel gewoon uit dan. Oké, honey treat. Die kennen we. Denk je nou echt dat ik jou kan negeren, Angelina? Jongen. Nee joh. Ik ben helemaal niet zat. Oké, nou, die bijen, die laat ik even pruttelen. Even kijken, ik heb nog een beehive en een, wat ik nog meer gehad, een advanced oak beehive. Oak beehive. En, er was nog iets wat ik kon maken. Ja, dus je kan een bee nest op een helm doen. En dat leek me wel geinig. 10 jaar aan vreugde en irritatie. Ben je al 10, Angelina? Gefeliciteerd. Je bent al 10. Dat is, als iemand vraagt hoe oud ben je, dan steek je beide handen op en zeg je zoveel. Eindelijk een tiener. Even kijken. Dus, hoppa. Kijk dan. Ik heb een beide handhoedje heb ik nu.
Ze is al 10 jaar, bijna. Bijna 10 jaar is ze, Tinus. Bijna 2 handen vol. Dankjewel voor de resub, meneer Tinus. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. We gaan voor de 10 jaar, oh jee. Mijn kanaal is al 10 jaar oud. Ik weet niet of ik dat wel volhoud geestelijk gezien. Ik wilde iets zeggen of vragen, maar ik weet het niet meer. En dat was gericht aan meneer Tinus. Ik weet het niet meer. Ja. Ik heb wel alvast voor een jaar wc-papier ingeslagen. Want de nieuwe corona komt eraan natuurlijk. Maar voor de rest weet ik niet meer wat ik wilde vragen. Dat had er helemaal niks mee te maken. Ja, die heb jij al gehad natuurlijk. Die bijen even losgaan dan. Oké, wat ik nodig heb is een honeycomb. Nee, ik doe er 2. Dus ik wil een honeycomb en ik wil dit. En hartstikke idee. We hebben weer 2 lege flessen. Die kunnen we weer inleveren hier. Oh, eentje niet. Ja, nou, je was wel weer aan het vissen, zag ik. Dus ik was wel blij, want dan dacht ik, nou, het gaat weer goed met die jongen. Oké, dus we moeten nu een bee-nest maken. En ze raden aan om er eentje te maken van dirt. Dus laten we dat gaan doen. Als ik me niet vergis, dan is dat recept een coarse dirt en een houten zwaardje. Zo. En dan doe je die bij elkaar. Heel, we maken er 2. Ik ben echt mega slecht in kraften vandaag. Alles gaat met de hand. Zo. Morgen. Morgen is de 10e. En dan wordt het waarschijnlijk na 1 uur of 6 natuurlijk. Want ze gaan natuurlijk die hele dag streamen. En dan om 6 uur of 5 uur dan komt de review. Of de dat je hem kan downloaden. Zo. Dus wat vertellen ze? Je maakt een nest. Een zwaard en een honeytreat. En dan moet je die honeytreat moet je dan op dat nest doen. Feeding slab kan ik ook wel even maken. Oh, kijk. Dus je nu kijkt bovenin. Zie je dat het 1170 seconden duurt. Maar als ik er nou 2 honeytreats op doe, dan wordt het al minder. Maar ja, wat ik gewoon ga doen is, ik laat het gewoon staan hier. En er komt vanzelf wel een bij in. Ja, Satisfactory versie 1. Kom morgen. Dus ik ben wel benieuwd. Ik kijk er lichtelijk wel een beetje naar uit, eigenlijk. Stiekem, heel stiekem. Oh, dus als je KLM-spullen nodig hebt, dan moeten we naar de Marktplaats.
Het is eigenlijk KLM antiek, hè, moet ik zeggen. Ik heb meer rommelkisten nodig. Reinforced chest upgrade kit. Nee, dat wil ik niet. Iron upgrade. Even kijken. Basic to iron upgrade. Oké. Dat kunnen we doen. Ik zei dat kunnen we doen, maar dat kunnen we niet doen. Ik heb een volle inventory. Oké. Dat zwaard heb ik niet nodig. Deze wel. Stuur de marktplaats link. Oh, nou, klaar. Angelina wil vliegen. Nadenken doet pijn. Ik had die bijenrotzooi in die kist moeten doen in die kas. Heb ik niet gedaan. Beetje dom. Oh, kijk hier. Ik heb redstone torches. Oeh. Oh. Ik wist niet dat je dubbele kisten kon upgraden. Hallo. Hallo. Iron to gold. Weer een redstone torch. Of heb ik er twee gemaakt? Oh, ik heb ze wel alle twee gedaan. Oh ja. Maar dat maakt niet uit. Bam. Nou kan ik er wel genoeg troep in kwijt. Dat dan weer wel. Cobblestone mag in deze. Ah, het is toch wel leuk dat het in een museum komt. Ja, het zijn dingen die je niet moet gebruiken, maar gewoon moet neerzetten, denk ik, Angelina. Oké, ik heb hier ook nog een probleem. Dit is lichtelijk een probleem, maar dat kunnen we fixen. Het probleem is dat die hoes, oftewel die harkies, die gaan kapot. Dus die moet ik eigenlijk zien te fixen. Maar ik denk dat ik daar een mod nodig voor ga hebben. Even kijken hoor. Refined storage. Zit dat erin? Als je kan typen. Het is niet slim om daar nu mee te beginnen, maar dat gaan we wel doen. Dus wat heb ik nodig? Ik heb nodig quartz en rich iron.
Oeh, daar kunnen we mystical plantjes van maken. Ja, dus kwarts en 3 iron. Oké. Nou, laat ik daarmee beginnen. Zo. Nou heb ik bijna al mijn kwarts gebruikt. Dat is eigenlijk niet slim. Ik ben niet slim. Oh, ik ben zelf nu op dit moment. Ik ga eens kijken hoe ver het is. Oh, het is al klaar met uploaden. Ah. Ik ben deel 1 van dit modpack ben ik aan het uploaden. Naar YouTube. Dus mocht ik het begin gemist hebben, dan is daar een lichtelijk geëdite versie. Barbara? Wat? Barbara was toch voor Tim? Oh, weet jij veel? Ja, toen Tim geen vriendin had, was Barbara zijn vriendin. Maar nu heb Tim een... Tim is aan de vrouw natuurlijk. Ja, precies. Zou het duur zijn om kwartsplantjes te maken? Gewoon kwarts, hè? Is dat met een Z? Het is met een Z. Dan hebben we deze nodig. Dus 3 tertium essence. Dat is eigenlijk net als redstone. Oeh. Oeh. Ik weet niet waar Anneke is. Die zal wel een keer komen, denk ik. Dat is niet zo moeilijk. Ik wil even 4 tertium maken en wat seeds. Nou, kijk hoe ver ik kom. Van Inferium naar Prudentium. Ik hou er 3 over. Zo. En dan 1, 2, 3, 4. Hoppa. Toch 16. Oké. Aan de kant koei. 1, 2, 3, 4. En dan kom ik 1 nether quartz tekort. Oh, ik had deze hoed gemaakt. Ja, moeten we 1 nether quartz ervoor schijn toveren. Quest completed diamond mesh. Oké. Ik dacht dat nether quartz uit deze rotzooi kwam. Zo.
Oh ja, ik heb er nu 27. En die, en dan die, en die, en die. Dan heb ik hier nog wat rommel. Even kijken, hier hebben we er ook 4 van nodig. Nou, kom op, Flup. Pak eens het goede ding. 1, 2, 3, 4. De geluk bij een ongeluk. Echt smooth mensenmuziek. Ja, wen er maar aan. Werkt het ook met een range? Nee. Het heeft namelijk een redstone signal nodig. Of ik moet met een wand er tegenaan rammen. Zo. Ik wil dit hele gebeuren verplaatsen. Want ik vind dat dit een mooie plek is voor de netherkwartsveld. En... ik dacht, als ik nou de cactussen hier gooi... Oh nee, ik gooi hier gewoon die... dit heb ik eigenlijk niet nodig, dit. Dit hebben we gedaan. Het is af. Oh, ik heb hier een knop. Kijk, die knop kan dan verhuizen naar... dat ding. Ja, als je op een gegeven moment te veel waarschuwingen negeert, dan krijg je vanzelf wel een bericht dat je kanaal er niet meer is. Ja, ik weet niet of we dat willen. Zo. Die mag daarin. Glowstone mag ook hierin, dacht ik. Of heb ik dat hier? Dat heb ik hier. Wat een gedoe. Nou, hier kan een kampvuur in. Dat kan hierin. Dat kan erin. Eigenlijk allemaal rotzooi die ik niet nodig heb. Die kan weg. Deze kan hierbij. Goud en dit kan even daarin. Ja, gaat de goede kant op. Nou, deze dingen kapot. Heb ik net die knop neergezet. Wat doet die pickaxe te lang over om dingen kapot te maken? Hier moet ik kijken hoe snel die bijl is. When I'm gone, you know why. Nou, jij komt wel met een nieuwe account. Jij bent niet zo snel weg te krijgen. Oké. Infusion altaar. Dit is het midden ergens. 1, 2, 3... 4. Ik heb geen idee. Ik zeg hier. Is totaal niet in het midden. Dit lijkt op het midden. Ik vind dit het midden. En die zetten we al verkeerd neer. Goed bezig, Fluff.
Je hebt al 10 accounts, ja precies. Waarvan je het wachtwoord vergeten bent. Hoe zit ik met mijn gratis bone meal? Oh ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Oké. Ik heb een hekel aan die regen. Nou ja, je zal ook wel een manier vinden om tig e-mailadressen te kunnen maken. Kijk, ik heb al zaad. We doen het voor het zaad. Meer zaad, meer plantjes, meer vreugde. Ja, natuurlijk willen we meer zaad. Ik wil straks een heel veld vol hebben met die rotzooi. Zo. Dat veld komt hier. Dat vind ik wel mooi. Wit. Wit voor... Nether quartz. Die moest ik doen. Je moet over 20 minuten weer gaan. Oh, waar gaan we naartoe? Je hebt psycholoog. Oh. Nou ja, kan gezellig zijn. Je was een uur te vroeg. Die van mij die belt me de hele tijd. Ik heb al 3 keer verteld van nou, ik krijg pas 10 september uitslag. En ze hebben al 3 keer gevraagd wanneer ik uitslag heb. Ja, nou dat dus. Ja, weet ik veel. Ik moest gewoon dingen doen. Het was niet zoveel bijzonders. Of misschien ben ik gewoon een droogkloot. Maar dat was niet zoveel bijzonders. Oké. F5 en dan Diamond Wand. Ja, of niet. Misschien wil ik het wel helemaal niet vertellen. Weet jij veel? Ik heb een hark nodig. Kunnen we die maken? Ik heb niks op zak om een hark te maken. Ik heb hier ook niet even een super hark in zitten. Ja, deze. Maar die wil ik eigenlijk niet kapot maken. Want het veld is groter dan 59. Dus deze is dan in 1 keer kapot. Stone. Heb ik ook geen sticks meer? Oké, hier. Expotherapie, nooit van gehoord.
Laat ik beginnen met één, voordat ik mijn inventory volgooi met rotzooi. Ik heb trouwens vergeten om een gat te maken in het midden. 1, 2, 3, 4 en dan is 5 is het gat. Nou heb ik geleerd dat het gat gevuld moet worden met water. En nogmaals, nee niet nogmaals, gewoon Danny, dankjewel voor de subscription, voor de resub van 68 maanden. En ik had het ook niet geweten als Twitch het niet bij zou houden. Er staat maand niet keer. Ja, wat, hè? Ik ben nu in de war. Oh, tot de volgende maand maar weer. Oh, op die fiets. In plaats van volgende keer. Sorry. Ik heb hoofdpijn, mensen. Maar ja, dankjewel Danny voor de resub en de geweldige tekst en alles. Oh, je krijgt niet altijd je dingetje terug. Maar dat maakt niet uit. We maken gewoon nieuwe. Zie, je krijgt niet altijd je dingetje terug. Dat is wel jammer. Nogmaals, sorry. Ik wilde niemand beledigen. Ik heb het gewoon te snel gelezen. Mijn diepste excuses. Dit ding is kapot. Ja, nou is hij kapot. Het scheelt wel weer in mijn inventory. Kunnen we die ook kapot maken? Want je moet natuurlijk, het zijn tier 3 zaadjes, dus dan moet je tier 3 essence. Ik had het eigenlijk gewoon moeten gaan silk touchen. Niet gedaan. Beetje dom. Nou, kijk hoe ver we komen. Hey, Dubbelhooi. En ook Goudend en Sergemel, hele goede. Wat gaan we zeggen? Een hele goede middag. Ik heb een beetje hoofdpijn, dus ik ben van slag. Ik zet de serieuze stream aan. Ik ging wat water pakken. En bam, keiharde koppijn. Het was echt geen feest. Ja, nou ja, kan gebeuren, hè. We gaan gewoon door. Juist als ik water drink, ik moet juist water drinken om geen koppijn te krijgen. Oké, meneer de paard. Je hebt duidelijk een grens overschreden. Ja, dat was mijn. Je moet gewoon niet te dichtbij komen, weet je wel. Nee, Hons. Hons? Wie was Hons? Het beest had geen naam. Mijn eiland zit vol met beesten. Oh, hier hebben we de zaadjes. Hons is paard in zijn meme. Oh, ik ken die meme niet. Ik ben heel slecht in memes. Hoppa, en kijk, nou heb ik een beetje net een kwarts. Dat is mij. Oh, ik heb kolen nodig.
Even kijken. Input, output. View input. En dan kan ik dan zeggen. Alles uit. Auto input on. Zo. Kijk, dan hoef ik er niet steeds kolen in te gooien. Kan die dan hierin? Die kan daarin. Wat had ik nou nog meer? Ik had een bed nodig. Oh ja, trek er maar weer een kabel uit. Ja, error, ook prima. Dit ding is ook waardeloos, dus die gooi ik gelijk weg. Die farmer. Misschien dat ik er later wat aan heb, maar ik denk dat je er een villager voor nodig hebt. Wat was ik ook weer aan het doen? Ik was bezig om een controller te maken. Dat was ik aan het doen. Waarom heb ik die dingen niet gewoon als ik zou het ook kunnen doen zonder refined storage, bedenk ik me net. Maar ik wil het met de refined storage proberen. Oké. Deze processor. Ja, hoe kom je aan die binding? Met slijmballen en touw. Oké. Dus ik moet meer slijmballen. Strings. Ik had ergens strings. Daar hebben we strings. Voor mij hebben we stekjes strings. Dankjewel. Niet allemaal! Oké, ik moet misschien een kissie hiernaast zetten. Waar ik even de voorbeelden in bewaar. Oh, we doen een barrel. We doen een barrel. Hartstikke idee. Zo. Dus één bone. Een stack strings. Nog een stack strings. En slijmballen. Slijmballen? En waarom heb ik geen slijmballen? Ik wil slijmballen. Ik weet zeker dat ik slijmballen gemaakt had. Dus wil ik ook een stackie slijmballen. Ik dacht dat die maar tot 16 gingen, maar ik heb er toch echt 64. Zo. Hoppa, 8 van die... Oh, een stack van die dingen. Hartstikke idee. En daar word ik nou een blije Fluffy van. Zo, die mag daar, die mag daar. Maar, dit is nog niks. Ik heb ook nog redstone nodig, een diamant en siliconen. Siliconen worden gemaakt hier. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Redstone. Denk ik dat ik redstone bij moet maken. Oh, 15. Vind ik een mooi getal. Die daarin, die daarin.
Die kunnen we alweer hierin. Ik hoor ergens een slime. Hey, Elmo Taxi. Zonder kaps. Je bent mot, het maakt niet uit. Jij mag kaps gebruiken, jongen. Nou, dag Angelina. Elbow komt binnen, Angelina gaat er vandoor. Wat is dit? Oh ja, Kiwi. Of Darkstone, compressed. Oh, maakt niet uit. Maakt niet uit. Want die stenen heb ik allemaal hier. Ik weet niet of Diorite ook telt. Ik ga het gewoon proberen. Die rijdt niet, anders ziet wel. En gewoon een stone mag dat ook. Oh, hij is wel heel kieskeurig. Oké, anders ziet. Hartstikke idee. Dan maken we even wat meer van. Dan ben ik kwijt wat ik ging doen. Oh, je deze. Oh. Het werkte niet omdat ik deze dingen niet had. Dus volgens mij had het ook gewoon met stone gekund. Zo. Heb ik hem nou? Ik heb hem nog niet. Nu wel. En nou weer 4 van die nodig. De shipstream, die heb ik gewoon gemist. Ik heb alleen de aankondiging gezien op Instagram. De chipstream van Goudend. Hebben we daar een knop voor? Ja. Ik heb daar een knop voor. Ja, sorry. Ik had het druk met leven. Ik had visite. Of ik lag te slapen, dat ken ook nog. Ik heb een leven, ja. Het is niet zo'n geweldig leven, maar ik heb een leven. Die daar. Ik moet straks ook weer kijken of ik wat kan doen met die bijen. Oh, straks kijken of ik nieuwe bijen heb. Oh ja. Een leaf cutter bee. En nog een leaf cutter bee. Wat leuk. Ze doen alleen niks, want solitary... Er werd uitgelegd hier ergens. Dus hier kan je nieuwe bijen krijgen. Deze bijen doen niks. Want ze zijn solitary. Maar je kan ze gebruiken om te seksen. Ja. Om te breeden. Oh, hij is er weer ingepopt. Dus die moet je eigenlijk vangen in een. En dan in een kist stoppen. En dan nieuwe bijen eruit proberen te krijgen. Wat is er, Elmo? Hoe is het met mij? Ik heb lichte hoofdpijn. Maar voor de rest gaat het goed hier, ho.
ik moet wel af en toe een kat aandacht geven, maar dat lukt ook wel prima. Oké. Ik heb controllers. En wat je ook, één controller heb ik eigenlijk. Dat is eigenlijk niet veel. Ik heb een controller. En dat ding heeft nodig kabels. Oh, die zijn echt niet zo moeilijk. Zolang je maar kwarts blijft dokken, dan zijn de kabels niet zo duur. Dan had ik een hele bak vol met glas. En die is leeg. Nou, gaan we weer glas maken. Hartstikke idee. I have a permit to do short streams. It is a very short permit, but it's a permit. Oh, vertel maar. Ik zit goed, Elmo. Kom maar op met het nieuws. Ja, I have a little headache and I don't really know how to make a funny response to it. So I'm just going to full autism mode and give you the answer you don't want. Er komt een mini Elmo aan. Als zijnde, je hebt weer een huisdier of Anne-Sophie is zwanger. Oh god. Er staat weer een mafkees hier. Nou, niks bijzonders. Oh, nou, gefeliciteerd. Tenminste, ik hoop dat dat... ik hoop dat het gepland is. Of in ieder geval... Dat het goed uitkomt. En gefeliciteerd, man. Ja, hoppa. Laat maar zitten. Sommige beesten maken rare geluiden. Weer een totem. Slow falling. Oh my god. Oh, dit kon ik echt niet gebruiken, Tim. Ik moet die dingen echt zachter zetten. Die kon ik echt niet gebruiken. Maar dankjewel. Het is mijn eigen schuld. Ik moet niet met koppijn gaan streamen. Ja, gooi de computer maar uit. Goedemiddag, Tim. Dankjewel voor die oorverdovende binnenkomst. Ik heb rotte flesh. Ik weet niet meer wat daar zo goed aan was. Zo. Steak. Ja, het is lang geleden hè, dat Serge Mel hier was. Dat viel me ook al op. Maar ik ben er helemaal overheen gegaan. Want er kwamen toen 3 of 4 mensen tegelijk binnen. Maar dat is lang geleden, ja. Weet je wat? Ik zet hier gewoon die dingen bij. Dit wordt toch 1 groot netwerk. Waar ik nog niks van gemaakt heb. Want ik had glas nodig. Ik was afgeleid. Door de mini-Elmo. Mijn buren denken nu dat je vieze video's kijkt. Nou, maar dat denken ze niet nu hoor, dat wisten ze al. Hoppa, nou ik heb hier wel genoeg kabels.
Oh, maar niet op welke tijdstippen. Dat maakt er niet uit. Er is toch geen verkeerd moment om een vieze video te kijken? Ik zit te denken, hè. En... Oh ja, nee, ik kan dit doen. Hoop ik. Ik hoop dat ik het kan doen. Dus wat heb ik nodig? Dit wordt gewoon een test. Ik heb één exportbus nodig. Ik had gewoon refined storage aan moeten laten staan. Refined. Even kijken. Een external storage heb ik sowieso nodig. Dan moet ik die dingen ook maken. Zal ik eerst gewoon autocrafting doen? Dan. En dan later automatiseren. Ik weet het allemaal niet. Ik heb eigenlijk ook power nodig. We doen wel eerst autocrafting. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk een extra laag had willen hebben. Eronder. Dat is niet deze. Zoiets. Lekker vakantie gehad, Serge. Ja, het idee is dat ik hem even hier opgooi. Nou, kom op. Kom met die pijltjes. Ook goed. Zo. Nou, hij is aan het opstarten. Dan wil ik helemaal daar naartoe. Of hou het kort. We houden het even kort. Welke mod denk je dat je niet hebt dan, Elmo? Geen idee. Dat is als je escape drukt. Ga je naar options. En dan heb je resource packs. Nee, niet resource packs. Video settings. En dan heb je hier onder Oculus heb je shader packs. En dan moet je deze aanklikken. De complementary. En dan applyen. En dan zeg je don. En dan ziet het er ook zo uit. Ja. En dan heb je shaders. Als je videokaart het aan kan. het zit er wel in, maar het zit niet standaard aan. Oké.
Ik ben aan het denken, wat is slimmer? Ik denk dat ik eerst opslag nodig ga hebben. Dus we gooien alles wel even op een diskie. Crafters zijn op zich niet zo duur. Oh, kijk, die zou ik zo kunnen maken. Crafter. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij daar aan kan. Ja, hier, disk drive. Ik moet gewoon een zooi van deze maken, joh. Ik heb alleen al mijn... ik heb al mijn iron verspild aan... dat was niet zo slim. Aan kwarts. Hoe was het? 1 kwarts en 3 iron? Ik weet het recept niet meer. Toch. Maar niet zoals ik het had gedacht. Nou ja, maakt niet uit. Voor deze rotzooi... is ook tier 3. Dus misschien moet ik die ook maar gewoon maken. Het scheelt heel veel iron. Het scheelt heel veel iron als ik die gewoon zo maak. Oké. Okay. Als ik weer van die rotzooi nodig heb... ik denk dat ik er dan 4 apart moet houden. 1, 2, 3, 4... Zo, 1, 2, 3, 4. Ik denk dat ik wel genoeg heb aan 4. Ja, het zijn heel veel mods, Elmo. Het duurde echt lang. Dat had ik ook al gemerkt. Even kijken, wat krijgen we ervoor terug? Oh, wat lief. En we hebben kabels gemaakt. Hartstikke idee. En nou willen ze dat we dit allemaal maken. Alleen ik doe het in mijn eigen volgorde. Want ik ging nu voor de deze. Ik wil uiteindelijk naar de dinges toe. Naar de Applied Energetics. Maar laten we met dit beginnen. Ik kan het ook combineren. Oké, ik wil er maar 1. Zo. Dan had die daar. Ik weet niet of ik daar genoeg power voor heb. Ja. Oh, die gebruiken allebei niks. Totdat je er een disk in doet natuurlijk. Wel handig dat ik steeds van die dingen krijg. Heerlijk. Oké, okay, storage housing. Maakt het uit welke je maakt? Maar je kan ook een storage blok maken. Even kijken. 1K, 4K, 16K, 64K. Oh ja, fluid is met die rare vierkantjes. Ik ga op voor een 16K disketten. Ik vind het een mooi woord, disketten. Vroeger was je helemaal de shit als je diskettes had. Even kijken, 1K. Daar hebben we er heel veel van nodig. Ik kan er 2 maken. En nu? Nu 7. Volgens mij had ik er 9 nodig.
Dus wat komen we tekort? Redstone. Oh. Oh, maar dat is niet zo erg. Ik moet wel even opruimen. Ik heb veel te veel kabels. Ik heb nou 2 soorten siliconen. Dat is ook heel apart. Oh, misschien kan ik die lege flessen inleveren bij de bijen. Ja. Hartstikke idee. Oh ja, redstone. Mijn brein, joh. Dat werkt gewoon niet. Dan maak ik hier ook nog een heleboel. Ja, dat is wel genoeg redstone. Even kijken, 7 had ik er, wordt 8, wordt 9. Zo. En dan gaan we naar de 4K. Oeh, daar moet de basic processor in. Volgens mij heb ik die net in een kist gegooid. Ja. Ik kan er 2 maken. Dat is niet genoeg. Dus ik heb nog 2 van die basic processoren nodig. En dat is een iron, een silicoontje en een redstone. En toen was mijn iron op zeker. Ja. Hoe zit ik met iron? Op. Alles is op. Doet dit ding nog iets? Of gaat alles naar die? Ik heb echt meer power nodig. Je kan dit ding ook niet uitzetten. Misschien als ik die gewoon eruit gooi. Dan gebruikt hij minder power, maar... Dat doet hij wel meer. Kijk, nou gaat die power omhoog. En bij deze dan ook. Uiteindelijk een keer, hoop ik. Kijk, deze is veel zuiniger. Nou, geen iron. Oh, mijn inventory zit ook vol. Ik heb echt een rommelkist nodig. Wel lekker weer in Minecraft.
Zou ik die mesh nog even kunnen maken? Ik denk het wel. Ah nee, daar heb ik ook iron voor nodig. Maar ik kan een begin maken. Zo, volgens mij was het dan 4 van die. Want ja, geen iron. Zit die nu al vol? Oh ja, ik heb heel veel gravel. Maar ik heb wel iron. Hier zat kool in, hè? Oké, okay. Iron. Is mijn ding kapot? Dat geloof ik niet. Blijkt dat mijn ding kapot. Oh nee, hij is hier. De 8 iron. Oh, die mag trouwens wel hierbij. Ik heb gewoon iron hier. En hier. Nah. Ik zit gewoon niet op te letten. Maar ja, ik jaag die... die rotzooi er wel even doorheen. Die gravel. Upgrades. Hartstikke idee. De volgende was goud, dacht ik. En dan diamanten. En dan zijn we weer helemaal up to spec. Ik zou er meer bij kunnen doen, maar uiteindelijk wordt alles geautomatiseerd. Zolang ik genoeg... Ja, power is het probleem. Je bent zo blij met je wasbak. Wat is een wasbak? Heb ik wat gemist? Een wasbak is gewoon een asbak met een W ervoor. Zou dit genoeg iron zijn, denk je?
echt weer zo'n Elmo-ding, hè? Dus hij vertelt iets. Maar waarom ben je blij met je wasbak? Oh, op die fiets. Ja, zo'n sink. Ja, dat is ook een van het water, die vier blokjes. Maar die sink is ook super handig. Dat is helemaal waar. Wil ik die laatste 400 ook doen? Nee, ik vind het wel mooi. Ja. Zo. Die mag daarbij. Ik heb wel weer een soort kooltjes. Dat is fijn. Die gravel mag weer daarin. Ga maar gewoon aan het werk. Kijk, ik heb hier ook alweer 4. Dus misschien moet ik dit gaan chunkloaden. Is dat een mogelijkheid? Kan ik dit chunkloaden? Nee. Ik weet niet meer hoe dat werkt. Even kijken. Waypoint manager claim chunks. Oké, force loaded. Nou, doe het even zo. Kunnen we eigenlijk ook met die farms doen dan? Dan gaan die farms gewoon door. We doen het hele eiland. Het is mijn server. Chunk limit reached. Oh. Volgens mij ben ik net erbij, hè. Dit hebben we eigenlijk niet nodig dan. Zo dan. Ja, dat zal best. Moet ik in de config gaan lopen kloten. Ik heb nou geen zin om... Het is allemaal command line, hè, die server bij mij. Je hebt niet zo'n mooie GUI. Oeh. Even kijken. Elmo heeft zo'n ding. Zo'n rechtsklik wasbak. Oh, ik ben vergeten om die... Waar zit die rotzooi? Hier. Ik wil hem vangen. Jij bent de gewone bie. Jij bent de andere liefkutter. Hartstikke idee. Dus de liefkutters mogen even in de kist. En als het goed is... Kan ik hier weer treats van maken. Hoppa, lege fles voor de bijen. 1, 2, 1, 2. Er kunnen 3 soorten bijen uit een dirtnest komen. Had ik gehoord. De bijen die eruit komen, die produceren niks. Maar die kan je dan weer gebruiken als template.
Zo, die is ook weer leeg. En flint. Ik ben vergeten wat ik aan het doen was. Ik had al deze rommel op zak. Ik denk dat ik wel wat redstone kan dumpen. Ik had iron nodig. Dat was het. Kan ik iron plantjes maken? Of is dat te OP? Volgens mij is dat te OP. Oh wel. 4 eieren en 4 rooien. Alles is tier 3. Al het leuke is tier 3. Ja. Misschien heb ik gewoon genoeg. Zo, oké. Het refined. En dan willen we naar 1,16k. Oeh, daar hebben we die gouden nodig. Maar daar hebben we geen iron voor nodig. Dus die zijn niet zo duur. Hoppa, in de oven. En dan moet het in een storage disk. Zo. Even kijken, de priority van deze wil ik altijd... ik vind het met deze mod altijd moeilijk. Wat is laag nou eerder of is hoog nou eerder? Volgens mij, hoe hoger je hem zet. Nee, hoe lager je hem zet. Oké, min 100. Oké. Dus we hebben dat. Dan hebben we nodig een storage monitor. Het liefst een crafting monitor. Of een crafting grid. Dan is deze nodig. Heb ik die blokken niet? Ik wou zeggen. Even kijken, een grid. Dus er is een grid nodig en dan een crafting grid. Ja, dus 2 gouden. Oké. Deal.
Ik heb nog geen call for days. Kan ik wel doen. Dan heb ik ineens heel veel power. Anders doe het zo. Lekker zuinig met de kool. Dan heb je de Destruction Core. Oh, dat zijn basic processors. Oké. Oh, daar heb je weer iron voor nodig. Ik heb er nog 2. En dan hebben we een grid. Kijk. Hey, quest completed. En dan een crafting grid. Dat is nog een advanced processor en een crafting table. En die heb ik niet. Ik heb geen crafting table. Wat is dat nou? Nu wel. Hartstikke idee. Weet je wat? De glowstone mag ook gewoon in die kist daar. Ik vind het helemaal mooi. Crafting grid. Nou, die doen we erop. Als het goed is, moet dat ding nu stroom zuipen. 5 E per tik. Oh, die crafting grid die zuipt wel. Nou, er zit niks in. Dus dat is goed. Deze maakt 80 FE per tik. Dus daar moet ik een beetje op letten. We hebben allemaal quests. Ik heb die. Kijk, we hebben weer rotzooi. Nog meer rotzooi. Hou ik van. Ik heb zo'n portable grid nooit echt gebruikt. Volgens mij is dat gewoon een ding waar een kaart in kan. En ja, dacht ik al. Nooit gebruikt. Kan handig zijn. Waar wilde ik eigenlijk naartoe? Autocrafting. Nu zie ik dat de zon ondergaat. Nou komt hij weer op. Ja, dus... Dat gaat nog heel veel dingen. Dat heb ik nodig. Ik maak een pattern grid hebben we nodig. Volgens mij. Als ik me niet vergis. Ja, volgens mij is het een pattern grid. Even kijken, dat is een gewone grid. Dus eigenlijk het ding wat ik net heb gemaakt. Oké, iron. Iron is een ding.
Koper. Zo, dat is koper. En dan moet gehamerd worden. Ik heb 18 nodig voor 2 blokken. En met 2 blokken kan ik weer een nieuwe hamer maken. Ik ga vanaf nu heel conservatief zijn met mijn kool. Heel zuinig. Hebben we die eikel weer met zijn scheidlama's? Hoe werkt dat met dat touwtje? Oké, heb je geld? Dingen die ik gewoon kan maken, heeft hij. Nou, we pakken eerst de lama's. Die lama's verdedigen zichzelf niet, maar als je hem aanvalt, dan... dan gaan die lama's spugen. En dat vind ik niet zo fijn. Nou heb ik natuurlijk wel mijn killer bee helmet. Angry bees won't attack you. En 30% kans dat er een kamikaze bee komt die iemand aanvalt. Dat ging ik ook weer doen. Oh ja. Koper. Ik ging een hamer maken. Zo. En met die hamer gaan we nog meer koper vermalen. En dan weer een hamer maken. Nee, dat is een appel. Zo. Dus ik ben nou met koper bezig om iron te krijgen. Hoe mooi is dat? Volgens mij zijn ze even snel. Nou weet ik dat je van andere materialen ook... die hamers kan maken. Maar ik had begrepen dat koper nogal waardeloos was in de wereld van Minecraft. Dus dat maken we daar maar gebruik van. Heb ik al de oors. Oh ja, we kunnen ook iron gaan. Die heeft een durability van 96. En dan heb je brons. Oh, brons is misschien wel voordeliger. Infar, nee. Platinum ore. Op platinum ore heb ik ook best veel van, volgens mij. Dacht ik. Oh, niet zo heel veel van. Oké, niks gezegd.
Zo, al het koper er even doorheen jagen. Je zou dit moeten automatiseren, Fluff. Ja, dat zou ik kunnen doen. Het probleem is power. Ik heb gewoon weinig power. Dus daarom wil ik autocrafting. En dan met autocrafting richting de power gaan. En als er genoeg power is, dan kunnen we automatiseren. Dat leek mij wel een goede volgorde van nadenken. En ondertussen doen we allerlei andere dingen, zoals resources management en zo. Oké, iron. Iron, 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 iron. Ja, met pickaxe. Je moet eigenlijk een pickaxe maken met... Want je kan pickaxes maken met dinges erop. Maar dat vergeet ik steeds. Dat je er meer uit krijgt. Ik ben de naam even kwijt. Zo, copperhamer. Fortune heet het. Moest er even over nadenken. Mijn brein werkt niet zo goed. Oh, er is iemand die een reportje verdient. Er is zin in. Oké, iron zit in de pipeline. Ik heb er al twee. Dat is wel goed voor mijn XP al het bakken. Je hebt hem een time-out gegeven. Je moet hem rapporteren, joh. Of bennen. Een time-out doet niet zoveel. Oh, kijk. Elmo, die weet het al. Hoppa, bennen. Ja, Elmo kan ook bennen, hè. Ah, dankjewel, Tim. Ik denk dat Elmo zoiets had van... Ja, ik laat het lekker aan Tim over. Want hij is ermee begonnen. Nee, dat hij niet het... Hoe heet het ook alweer? Ik weet het niet meer. Anyway, meestal als ik dit soort meldingen zie, dan... Oh, je hebt het niet gezien. Meestal als ik dit soort meldingen zie, dan doe ik niet eens bannen, maar gewoon gelijk een report aan Twitch. Het is even wat meer werk. Maar het voordeel is dat die dan overal geband wordt, weet je wel. Ik ga proberen. Maar dan moet ik weer een... Het agri-magri. Ik moet zo'n dingetje hebben. Zo'n infusion crystal.
Ik weet het even niet. Wat is dit? Wat is een essence vessel? Wacht. Hebben we het boek van... Het was een boek. Wel van Pawa. Force and You. Lexica Britannia. Ja, zie je. We moeten even het boek erbij lezen. Nee, wat? Ik ga lekker in mijn bed liggen. En dan nemen we het boek erbij. Zo, hoppa. Machines. Nee. Elemental. Essence vessel. Essence vessels are used in the awakening altar structure to hold the elemental essences required to create items. Each vessel can hold up to 40 of a single elemental essence. Oké. Okay. Awakening altar. De awakening altar, ook niet moeilijk om te maken. Is a crafting structure that is usually used to create Awakened Supremium. The structure consists of 4 of 1 infusion altar and 4 infusion pedestals. And 4 essence vessels. Ah, okay. Once you have a recipe put in place, you need to activate the altar with a essence signal. Je bent weer een stukje verder. Heb je ook mooi beeld? Essence tools. Upgrading your diamond tools with essence improves the durability and mining speed. This also allows them to be equipped with augments. The essence tools can be paired in an anvil with their corresponding essence ingot. These tools each have 1 augment slot. Ja, ja. The tingling table, daar doe je de augments erin. Logisch. Augments. Oh, echt waar? Ik kan dit echt dagen doen, joh. Alleen ik zit nu op een punt dat, dat er zoveel te doen is. Ja, daarvoor heb je die quests, hè. Die questlijn. Weet je, dan kan je die gewoon doen. Er is alleen 1 quest in de Getting Started die je niet kan doen in het begin. Die zal ik je straks laten zien. Even kijken. Oké, dus ik moet naar augments. Dit is toch de augment section of this guide? Of niet? Oh nee. Jump boost speed. Mining, tilling, fire resistance. Ik wil dat die unbreakable wordt. Strength. Strength augment. Is een soort augment. Nee. Volgens mij is er geen unbreakable. Oh, echt waar, joh? Dat wordt gewoon verteld. Moet je lezen. Lezen. Soms heb je het geduld er niet voor. Jongen. Hey, er is geen unbreakable augment. Kijk. Getting started. Deze quest kan je niet doen. De rest kan je allemaal doen. Maar deze is... Daar heb je dit voor nodig. En... Dat ging snel. En dit ding... Oh ja, dit ding. Daar heb je weer goud voor nodig. Maar daar heb je weer aldemonium ingots voor nodig. En deze weer. Ik snap niet hoe je hier aan komt. Dat is een ritueel.
Oh, misschien kan je deze wel doen. Je hebt dan varkens nodig. Wat leer. Nou ja, dat leer dat krijg je van die verkoper. Netherrack kan je maken. Ik weet niet hoe je aan die crystals komt. Oh, die kun je ook maken. Oh, je zou het wel kunnen doen. Maar dat is... dat is wel occultisme gaan leren. Ik ben niet zo goed in die mod. Blood magic. Die mod moet je dan gaan leren. Oh ja, occultisme. Dat is hem. Die moet je leren. En dan heb je die demon seeds nodig en weet ik veel wat. Ik heb er één keer iets mee gedaan. Wat gaf me meer hoofdpijn dan dat ik het leuk vond. Ik denk steeds dat hier een slime is of zo. Ja, ik weet het niet. Heb ik nieuw bij, hè? Jij bent een nieuw bij. Jij bent een chocolate mining bee. Oeh. En jij bent weer een liefkuttert. Chocolate. Kom, chocolate. Zo. Je moet nieuwe bekers maken. Hey Michael. Leuk dat je erbij bent, jongen. Oh ja. Ik weet waar ik mee bezig was. Ik wilde... zo'n kristal maken. Oh mijn god, dat klonk alsof er een vliegtuig uit de lucht kwam vallen. Ja, de Inferium Infusion Crystal. Dat is een bijenkorf. Ja. Ik zal laten zien waarom zo meteen. Oké, dus ik heb 4 van die dingen nodig. En... dus ik heb 8 van die dingen nodig. En een diamantje. Dus. Kijk. Oh, ik had gewoon eroverheen kunnen doen. Hoe bedoel jij iets van Twitch? Oh, je hebt een report gedaan. Dankjewel. Normally bees are slow, bladibladibla. Maar in die helm, daar zitten kamikaze bees. Of in ieder geval, je hebt een kans dat je kamikaze bees maakt op het moment dat je geraakt wordt. En als je die kan vangen, dan kan je die weer gebruiken om hele OP bijen te maken. Maar ja, ik heb wel eerst monsters nodig voordat ik geraakt kan worden door iets. Ik zit hier naar een koe te kijken in de verte en steak te eten. Dat is toch mooi? Oké, dit ding. Dan hebben we deze nodig. Oh, ik heb er maar 1. Dan moet ik daarna op die kist gaan staan wiebelen. Zou dit ding niet gewoon eventjes boekmaken? Zo, hoppa. Want ik ga er heel veel nodig hebben. Hartstikke idee. Oh. Ik denk ik moet op de kist wiebelen. Maar ik heb een leuk voorraadje. Oh, dan doet hij er maar 4. Wat saai.
Zo. 55. En dan pakken we deze. En dan 13. Dit gaat wel snel. Even wiebelen en je bent er weer. Zo. Ik wil eigenlijk niet van die blauwe overhouden. Maar dit is prima. Heb ik ook 4 iron? Nee, ik heb er 10. Oké. Okay. 1 zaadje. En 4 van die. Hoppa. Gooi die oranje meuk erin. Hartstikke idee. Ja, dan heb ik toch weer die rode nodig. Maar ik denk dat ik deze wel gewoon rood hou. En dan hier gewoon een veldje maak met groene. Mocht ik ooit weer groene dingen willen produceren. Nou, let's go. En we hebben zaad. Komt weinig zaad uit. Oh, zaad zit hier. Gaat best snel nu met zaad. Oké. Okay. Ja, dat wil ik dan hier hebben. Maar ik laat ze wel eventjes voor nu hier staan. En dan doen we gewoon alles in een kist. Alsof ik even niet snap. Zo. Er komt niet heel veel iron uit, maar genoeg. Ja, nou ja, er kwam weinig zaad uit. Het is wat het is. Wat doe je dan dat ik ervan maak?
Alles wat ik zeg klinkt toch vies, Michael? Ik ga dit gebruiken voor mijn kwarts. Maar twee zaad, dat is niet veel. Het gaat mij om het zaad, niet om de rest. Ja, ik weet het, Michael. De vorige keer was je helemaal gefascineerd over strings. Dat weet ik ook nog. Dan nooit iemand zo fan van strings... Je helemaal vergeten. Ja, ik niet. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet dit ook gaan doen met redstone. Ik heb daar redstone en... ja, daar moet veel meer groene rotzooi bij. Als ik er nou nog eentje bij heb, dan heb ik weer 16 van die, 12. Die fertilizer moet ik ook maar wat mee doen. Wat kennen we er allemaal mee? We kunnen mystical instantly grow a crop or sapling. That's it. Dat is alles wat je ermee kan doen. Oké, dus we kunnen het gewoon weggooien. Denk ik weet het niet. Nou is het zo, want ik kijk op mijn klok. Het is 6 uur bijna dat ik de boel uit ga gooien. Ik ga eten. En als mijn hoofdpijn een beetje weggeëpt is, dan ben ik misschien vanavond weer live. En dan ga ik gewoon verder met dit. Het kan ook zijn dat, dat mijn hoofdpijn er nog steeds is. En dan, dan wordt het... dan weet ik het niet. Dan moet ik even gaan nadenken. Maar ik hoop dat na het eten mijn hoofdpijn een beetje weg is. Ik ga heel gezond eten. Frietjes. En kaasvlees en een frikandel. Dat is echt super gezond. Met theesaus. Dat dan weer wel. En mayo. Dus. Ja, jij gaat ook... want jullie zijn nog niet live, hè, nu. De boy. Jij bent altijd live op maandag met Jul. Oké. Nou ja, jammer. Anders kon ik gelijk reden. Maar ja, dit is het einde. Nou, dat was hem weer. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je meer willen zien, kom anders even kijken bij Twitch. Het is een andere website. Maar ja, de link van mijn kanaal staat gewoon onder in de beschrijving. Je kan erop klikken. Je kan followen. Als je me wil ondersteunen, kan je zelfs abonneren. Maar dat is geheel aan jou. Ja, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.